Gemeente, wij openen met elkaar het woord van God vanmorgen in het Oude Testament, in het Bijbelboek van de Psalmen. En we lezen daarvan Psalm 23. Dus de schriftlezing is Psalm 23. De Heere is mijn herder, staat er boven in mijn Bijbel. Het woord van God luidt als volgt. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven, tot in lengte van dagen. Tot zover het woord van God. Geliefde gemeente, doopouders, familie, vrienden, overige gasten. 2 weken geleden hoorden wij in de beide diensten het evangelie aan de hand van 4 verschillende dieren. En ook in de diensten van vandaag hopen we onderwijs over de Heere te ontvangen aan de hand van dieren. En zo zat ik voor mezelf afgelopen tijd na te denken welk dier ik voor de dienst van vanmorgen zou kiezen. In de Bijbel komen we er immers genoeg tegen. Maar ik moet zeggen dat ik best wel lang getwijfeld heb. Ik was zelfs al ergens mee begonnen, maar nee, het was het toch niet. Totdat ik 1,5 week geleden bij het doopgesprek was bij Ben en Nadia en van hen begreep dat Psalm 23 voor hen een geliefde psalm is. En toen was het voor mij duidelijk, dit lied is het woord van God dat ik in deze dienst zal verkondigen. En gemeente, zo willen we vanmorgen met Gods hulp dus gaan stilstaan bij Psalm 23. En dan met name de eerste 4 versen, omdat vanaf vers 5 het beeld verandert. Van God naar God als gastheer. Dus Psalm 23, vers 1 tot en met 4. En we luisteren daarnaar onder het thema, de Heere is mijn herder. Jongelui, om maar direct met de deur in huis te vallen. Ik zei net dat het in de preek van vanmorgen over een dier zou gaan, maar in de psalm kom ik helemaal geen dier tegen. Het gaat over een herder, maar waar is het schaap? Desnoods, waar is de kudde? Nou weet je, in de psalm wordt inderdaad geen dier genoemd. En toch is Psalm 23 het schaap helemaal aanwezig. Het is een lied dat zingt vanuit het perspectief van een schaap. De Heere is mijn herder, horen we David zingen. Hij weet zich een schaap van God en daar zingt hij over. Daarmee prijst hij de Heere. En alleen dit al is een les voor ons gemeente. In het leven van het geloof staat niet de mens centraal, maar de Heere. Je bent op hem gericht. David zegt niet, ik ben een schaap en ik doe dat en ik eet en ik drink en ik, nee. De Heere is mijn herder. Het gaat om wie hij is en om wat hij doet. Bij schapen van Gods kudde gaat het om de herder. Is het u opgevallen dat God in de hele psalm de handelende persoon is? Hij doet mij neerliggen, hij leidt mij naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. David is hier alleen passief aanwezig. De psalm wijst ons vanmorgen allereerst op wie de Heere is. Met als doel dat wij door het werk van Gods geest ons in geloof en overgave ons ook aan deze Heere gaan verliezen. En we met Davids belijdenis gaan instemmen. De Heere,
De Almachtige, de Eeuwige God, de Schepper van de hemel en van de aarde, de soevereine Heerser van de geschiedenis. Hij openbaart zich als herder. En terecht schrijft Calvijn bij deze psalm dat dit geen klein teken van Gods liefde voor ons is. Integendeel, het is een bewijs van Gods neerbuigende goedheid. Dat hij als de oneindige zich als een herder wil laten kennen. Hij wil in liefde en trouw zorgen en leiden. En gemeente, dat de Heere echt zo is, dat heeft hij vanmorgen weer bewezen in de doop van Mary. Terwijl zij het niet verdient. Ze is zondaar, hebben we gelezen. Heeft God zijn armen naar haar uitgestrekt. Zij mag bij de kudde horen. Ze is deel van het verbond dat God met ons en onze kinderen heeft opgericht. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. De Heere heeft zijn hand op ons gelegd en gezegd, jullie zijn van mij. Ik ben de goede herder die zorgt en leidt. Zoals het doopsformulier het zegt, als de Vader neemt God ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan. Als de Zoon wast hij ons in zijn bloed van alle zonden. En als de Heilige Geest wil hij in ons komen wonen en werken. En Benenadia en alle opvoeders, wij zijn geroepen. Dit onze kinderen voor te houden. Zij behoren de zondige wereld niet meer toe. Ze zijn deel van Gods kudde geworden. De Heere komt naar ze toe als hun herder die zorgt en leidt. En via de opvoeding is het zijn verlangen dat ze met hem vertrouwd raken. Zodat ze zich aan hem gaan kwijtraken. Dat ze van kinds af aan, als lammetje zo gezegd, al leven vanuit het besef, de Heere is mijn herder. Ik leef niet voor mezelf, voor de wereld en zijn kortstondige pleziertjes. Ik leef door hem en ik leef voor hem. Maar, denkt iemand nu, zijn wij dan allemaal al een schaap van de herder? Is persoonlijk geloof niet meer nodig? Het is toch niet zo dat ieder gemeentelid automatisch bij Gods kudde hoort, omdat hij ooit een keertje gedoopt is? Nou gemeente, hierover bestaat nogal een spraakverwarring. Als verbondsgemeente horen wij allemaal uitwendig bij Gods kudde. Net zoals het hele volk Israël Gods kudde wordt genoemd. Psalm 95, ik haalde hem net al aan. Of Psalm 100, de Heer is God. Erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereidt. En juist die psalm, die laat ons zien hoe de Heer met zijn kudde omgaat. Wij zullen Hem wel moeten erkennen als onze God. Dat Hij ons heeft gemaakt en dat we daarom bereid zijn in liefde voor Hem te leven. Jazeker, als de goede herder komt God met zijn belofte en genade van genade naar ons toe. Maar deze beloften worden persoonlijk ontvangen in de weg van geloof en bekering. Ik zou het vanmorgen zo willen zeggen. De Heere is onze herder. Maar willen wij wel zijn schaap zijn? Want jongens en meisjes, David is zelf jarenlang herder geweest. En hij weet dus dat het waar is wat die herder zei, die wij als gezinnetje een paar weken geleden op vakantie op de hei in Drenthe tegenkwamen. Hij zei, schapen zijn domme, kwetsbare dieren. Zonder herder redden ze het niet. Ze weten niet waar het eten is. Zijn een makkelijke prooi voor wolven, hoeven maar om te rollen en gaan dood. Nu, de vraag is, hebben wij al leren erkennen dat wij als zoon schaap zijn? Hebben wij de Heer al nodig gekregen, omdat we het niet redden in onszelf? Ja, als we ons nog niet door Hem hebben laten leiden, dan zullen we ook als verbondskinderen uiteindelijk toch verloren gaan.
Gemeente, het is nodig dat we gaan leren mijnen, zoals dat wel wordt genoemd. Dat Gods belofte je die persoonlijk toe-eigent. De Heere is mijn herder. Terecht zegt zo'n doopformulier dat wij daarvoor opnieuw geboren voor moeten worden. Anders doen we dat niet. Dan zijn we te blind, te eigenwijs daarvoor. We leven zonder God en dat vinden we dan veel aantrekkelijker. Maar als de Heilige Geest in je hart werkt, dan komt er een verlangen om als een schaap van de goede herder te zijn. Je hebt ontdekt hoe zondig en afhankelijk jezelf bent en hoe goed de Heere is. En zo wil God met zijn belofte van genade en het wijzen op de noodzaak van wedergeboorte ons vanmorgen op de knieën brengen. Zodat wij God als onze herder gaan erkennen in het besef dat we zelf een dwaalziek schaap zijn die het in eigen kracht niet redden. Het formulier zegt, wij worden opgeroepen ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En Benenadia, vergeet ook dit niet eerlijk aan jullie kinderen te vertellen. Ja, hou ze voor hoe goed God is. Maar ook waarom zij die goede God als hun herder nodig hebben. Omdat ze zondaren zijn, net zoals wij. Zodat zij en wij met hen gaan bidden. Heere, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuurt u mij in de rechte sporen. Want zoals een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En weet je wat het wonderlijke is? De kudde van die hemelse herder, die bestaat uit, precies, zulke dwaalzieke schapen. Ze zijn door God op het spoor van de gerechtigheid gebracht. We horen van die schapen in Jesaja 53. Daar zeggen ze, wij dwaalden als schapen, keerden ons naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ongerechtigheden op hem, dat is Jezus, doen neerkomen. Het is de herder zelf die alle zonden, onrust en honger van zijn schapen heeft weggenomen. Want Jezus heeft gezegd, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dat heeft hij gedaan. Jezus is gestorven aan Golgotha's kruis. Hij is het dal van de dood ingegaan. De toren van God over de zonde zijn op hem neergekomen. Maar hij is weer opgestaan en hij leeft in eeuwigheid om nu, vanuit de hemel, met zijn geest voor zijn schapen te zorgen. Gemeente, ik zou zeggen, wie wil er nu niet schaap van deze herder zijn? Alleen dwazen, schapen van Gods kudde, kunnen niet liggen in grazige weiden, genietend van Gods gaven, genade, vergeving, rust, liefde, eeuwig leven. Oké. Maar, hey, jongelui, hoe is David zelf zo ver gekomen om de Heer als zijn herder te erkennen? Ik bedoel, het is heel wat om als machtige koning, zeker in die tijd, om als machtige koning te belijden dat je een dom schaap bent. Nee, we lezen in de Bijbel geen bekeringsverhaal van David. Dus wij weten niet precies hoe hij tot geloof is gekomen. Maar we lezen in dit kader wel iets heel moois in de vorige psalm. Psalm 22, vers 11. Waar David zegt, op u, op de Heere dus, ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. En dat heeft de Heere willen zegenen. Prachtig toch, als je zo'n moeder hebt. We weten haar naam niet. Maar Davids moeder is ons tot voorbeeld. Toen ze voor de zoveelste keer in verwachting was, legde ze haar hand op haar dikke buik en droeg dat ongeboren kind aan de Heere op. Al biddend vertrouwde ze hem aan de Heere toe. Laat dit kind van u mogen zijn. U bent de maker. En toen David eenmaal geboren was, toen werd het vertrouwen op God er met de moedermelk ingegoten. Verstien
van die psalm. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan moeders borst lag. Dus terwijl baby David aan het drinken was, bad moeder, zat toch even niets te doen. Heren, voed u deze kleine David met uzelf, met uw geest en genade, dat hij niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk mag leven en groeien. En zo leerde David belijden, de Heere is mijn herder. En Ben en Nadia, ik weet dat jullie dat doen, maar ik zeg het toch nog maar een keer, bid dagelijks voor jullie kinderen, voor Matthew, voor Abigail, voor Mary. Niet dat het daarvan afhangt of dat dat garanties geeft, maar de Heere wil het wel zegenen. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid heeft haar kracht tot in het laatste nageslacht. En broeders en zusters, als het leven van uw volwassen kinderen anders liep en ze hebben zich van de Heere afgekeerd, zelf heeft u er ook schuld aan overgehouden, ja, dan zeg ik tegen u, weet één ding. Ook in uw pijn en uw moeite en uw worsteling is de Heere uw herder. En bid het maar met Psalm 80. Behoud ons Heer der lege machten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Over mij en al mijn tekorten als vader, als moeder. En over mijn kinderen die nooit met het eigen initiatief naar u zullen terugkeren. Heren, ik heb ze niet in uw hand, maar u bent toch de getrouwe herder. U kunt wonderen doen boven bidden en denken. U bent bij machten te doen, meer dan wij kunnen geloven. En ja, als jij, hoor je het jongeren, of misschien ouderen, als jij iemand bent die aan alles twijfelt, wat je als klein kind misschien allemaal nog geloofde, en je voelt de neiging om af te haken, misschien ben je van binnen eigenlijk al stiekem afgehaakt. Mag ik je dan vanmorgen bemoedigen door op God te wijzen? Al nemen de twijfels jou te pakken, jij hoeft niet op te houden met het jezelf aan de Heere toe te vertrouwen. Want hij heeft een stok en een staf die jou kunnen vertroosten. Een stok om de beesten van je te verjagen en het voor je op te nemen. En een staf om je op je 16e of 28e tegemoet te komen en je op het rechte pad te leiden als jij het allemaal niet meer weet. En al verklaart de wereld je voor gek en zit je eigen hart vol twijfels. De Heere wil er vanmorgen voor je zijn. En hij zegt, ik ken je. En je kunt bij mij terecht. Zeg het maar, Heere, help me. U bent mijn herder. Uw naam is Heere. En gemeente, dat is het geheim van deze herder. Zijn naam is Heere. Met hoofdletters. Oftewel, Yahweh. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben erbij. Al voel je het soms niet. Getuigt je zondige leven tegen je. Bij deze God mag je troost vinden en hou vast voor tijd en eeuwigheid. Omwille van zijn naam mag je ervan verzekerd zijn dat hij als de Heere bij je is. Yahweh is mijn herder. De ik ben erbij is mijn herder. Hij is God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Ja, het is altijd schuld aan onze kant. Dat zeg ik niet om somber, om negatief te doen. Om eerlijk te blijven. Maar als Yahweh je herder is, dan mag je erop vertrouwen dat hij het allemaal vergeeft. Om Jezus wil. Want al houdt God de schuldige zeker niet voor onschuldig. De Heere heeft je ongerechtigheid dan op Jezus doen neerkomen. Wat een herder, hè?
echt de beste die je kunt hebben. Jongens en meisjes, zo zien we in gedachten Gods kinderen als een kudde schapen achter de goede herder aangaan. Dan weer naar links, dan weer naar rechts, over een heuvel heen, door een diep dal. En wat is de conclusie van het schaap? Vers 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Ja, door onze mooie vierkante Nederlandse weilanden en heidevelden worden we een beetje op het verkeerde been gezet. Een herder in het Midden-Oosten, die moest door de droge woestijn heen. Waar tussen de stenen elke keer een paar grassprietjes te vinden zijn. Maar als schaap wist je, iedere stap een nieuw hapje. De herder die leidt mij, hij weet precies waar voedsel, waar drinken te vinden is. Met zijn geest geeft hij kracht en bemoedigt hij. Hij zorgt zo goed voor zijn schapen. Hij verkwikt je ziel. Oftewel, hij geeft je een rust en geluk wat nergens anders te vinden is. En door het voedsel dat de Heer je geeft, mag je groeien in blijdschap en vrede dat niet afhankelijk is van je aardse bestaan. Iedere stap geeft God je precies genoeg. Daar mag je op vertrouwen. En als je zo heel dichtbij de herder blijft, dan ga je steeds meer de leegte van een leven zonder God inzien. Dan verliest de zonde haar aantrekkingskracht. Je wilt niet meer op eigen gekozen wegen gaan. Hij leidt je op het spoor van de gerechtigheid. Je levenspad is niet willekeurig. Je mag weten dat de Heer je stuurt en beschermt. Als de goede herder leidt hij je door het leven. En zo kun je gaan belijden. Heere, u bent mijn leven. U bent de weg, de grond waarop ik sta. Heer, u bent de weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta. Ja, de Heere die voedt en wijdt je dan door zijn woord. Gemeente, hier. Dit is de weide. Hier is het water. Hier, het is heel dichtbij. Niet ver weg. In de woestijn van het leven, want dat is het toch vaak. Het is niet een en al groene vlakte. Hier, de grazige weide. Als je geestelijk gevoed wil worden, dan moet je hier zijn. En als je dat niet doet, ik zeg het maar eerlijk, zo van, nou, daar heb ik echt geen zin in. Daar kom ik echt nooit aan toe. Dat vind ik veel te ingewikkeld boek. Dan blijf je een mager schaap. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand die niet de omgang met God zocht en zich voedde met het woord, er in geestelijk opzicht beter en rijker van werd. Dat bestaat niet. Echt. Alsjeblieft. Hier. Ga er maar wat mee doen. Ga eens zien wat er gebeurt als je je een jaar lang met dit woord voedt. Reken maar op dat je voedsel ontvangt. Nee, niet dat je alles in één keer begrijpt en snapt. En dat hoeft ook niet. Maar de Heere leidt je in de gerechtigheid. Ja, met vallen en opstaan. Want het gaat echt niet allemaal vanzelf. Als je eenmaal de Heere mag dienen en geloven, tot je eigen schaamte blijf je in een dwaalziek schaap, wat soms zomaar wegloopt en geestelijk voedsel afslaat. Maar wat een genade. De Heere leidt je. En dat is genoeg. Daar kun je het mee doen. Door Jezus Christus houdt hij je vast. En dat leven bij de goede herder? Nee, dat is niet altijd een fantastisch, voorspoedig leven. Dat weten jullie, Ben en Nadia, ook wel uit eigen ervaring. Dat het leven soms zwaar en raadselachtig is. David kan er ook over meespreken. Vers 4. Als ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Hoe die precies in het dal gekomen is, dat weten we niet.
Trouwens, opvallend hoe David het hier verwoordt. Want hij heeft het eerst elke keer over hij doet mij neerleggen. Hij leidt, hij verkwikt. En nu, ja, ook al ga ik ook. Dus er wordt geen verklaring gegeven. Hoe hij in het dal is gekomen. Is het door zijn eigen schuld? Is het door Gods leiding? Vaak weten we dat ook niet precies. Hoe het ook zij, al word je aangevallen door twijfels, moeite en zorgen. Wat dan ook. Al ga je gebukt en zuchten door het leven. Ben je als een schaap dat blatend van angst door het donkere dal loopt. Omdat je plots overvallen kan worden door een rover of gevaarlijk dier. Toch, als je het zicht op de herder hebt, dan kan je met David zeggen, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die zullen mij in het donkere dal vertroosten. In het donkere dal is God erbij. En zelf kan je die boze het zwijgen niet opleggen, maar de Heer die kan dat wel. En hij heeft een stok om de leeuwen en beren af te slaan. En hij heeft een staf om je te leiden. En als je zelf in de duisternis geen hand voor ogen ziet, is het enige wat een schaap hoort, het tikken van de staf. Zonder dat hij het ziet, weet hij toch, hey, de Heer is erbij. En dan ga je niet alleen blaten van angst, maar ook zingen van Gods trouw. Hij verlaat je nooit. Ik vrees niet, nee. Hoewel ik door donkere dalen in doodsgevaar bekommerd om moet dwalen. Gij blijft bij mij in alle tegenspoeden. En hiermee zijn we bij de kern van de psalm, gemeente. Het geheim van David is de belijdenis. U bent met mij. Weet u, het leven van een gelovige is niet altijd makkelijk. Hij kent de scheuren van de dood die door zijn leven lopen. De kracht van het kwaad. Hij kent zijn zwakheid. Is niet opgewassen tegen zijn eigen tegen de verleidingen. Maar dan richt David zich tot de Heere. In de eerste 3 versen van de psalm sprak hij over God. Nu spreekt hij tot God. Ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Letterlijk en figuurlijk zijn die drie woordjes de kern van de psalm. U bent bij mij. En gemeente, ik ben de Nadia. Wat je ook overkomt, al is je leven één grote zwarte nacht, als Jezus je herder is, hoef je voor het kwaad niet bang te zijn. Ja, het dal blijft even donker. Maar de wetenschap dat God je leidt, mag troost geven. Het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen, is dat hij in het dal van de schaduw van de dood geen God heeft. Dan heb je wel de donkerheid, maar niet de troost van God. Maar gelovigen, die mogen er zeker van zijn, de Heere is altijd bij mij. Voor eeuwig ben ik veilig in de liefdevolle handen van mijn goede herder. En dat wordt bedoeld met die woorden, mij ontbreekt niets. Er kan van alles in je leven aan de hand zijn. Je kunt verdrietig zijn over alle moeite die je moet meemaken. Maar de Heer is aan je zij. Dan ontbreekt je niets. Ja, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Omdat zijn naam Heere is, mag gelden wat de tekst op het geboortekaartje van Mary zegt. Deuteronomium 31 vers 8. De Heere is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Gemeente, ik ga afronden. Maar ik heb nog één zinnetje overgeslagen. De psalm. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij en zorgt mij. Waarom? Omwille van zijn naam. Dat is de enige reden dat God zo'n goede
trouwe herder is. Het is niet vanwege ons. Het is tot verheerlijking van zijn naam dat de Heere voor zijn schapen zorgt. Dat hij via hen, om zo te zeggen, zijn reputatie hoog houdt. Hij is trouw. Hij zorgt. Hij is altijd te vertrouwen. Hij helpt en hij leidt. Hij vergeeft. Ja, zelfs als het moeilijk is en we het allemaal niet meer begrijpen. Zijn naam is Heere. En zo komen we aan het slot van de preek weer terug bij het begin. In het leven van het geloof staat niet de mens centraal, maar de Heere met hoofdletters. En je raakt meer en meer op hem gericht. Ja, je raakt dan nooit meer op hem uitgekeken. De Heere is mijn herder. Het gaat om hem alleen. Het is door hem, voor hem en tot hem. Gemeente, doopouders, gasten, wie u ook bent. Of u nu diep gelovig bent, trouwe kerkganger, of u hebt eigenlijk helemaal niets met geloof en kerk. Vanmorgen wordt het ons duidelijk voorgehouden. Als Jezus je herder is, ontbreekt je niets voor tijd en eeuwigheid. Als u God hebt, dan heeft u alles. Ik zou zeggen, wie wil er nu geen schaap van deze herder zijn? Amen.